Hij was de eerste die Paula medisch onderzocht en verpleegde nadat zij inmiddels bijna 2 weken geleden onder het puin van een ingestort huis vandaan werd gehaald. Jan Keizer. Vanmiddag kijken we met Keizer naar de reportage over Paula, die afgelopen dinsdag alsnog is overleden. Haar dood komt hard aan. Indrukwekkend vind ik het. Uw eerste reactie? Ja, verslagenheid is enorm, zo te zien. Ja. Doet dat er wat met u ook? Ja, absoluut. Ja, zeker als je daar zo nauw bij betrokken bent geweest. En je ziet dan in dit geval de afloop, ja, dat is dramatisch. Terug naar Haiti bijna 2 weken geleden. Direct na de redding is Keizer nog optimistisch. Hoe maakt de moeder het? Ik denk dat het helemaal goed komt. Ik denk dat ze minimaal overleven. We gaan het zien. Totdat ik later in de bus, na een tweede inspectie, haar voeten, met name haar voeten, wat beter in beeld kreeg. Dat ik zelf zoiets had van, het zal mij benieuwen of dat ze haar, met name haar ene voet zou kunnen behouden. Bij Paula worden een voet en een onderbeen geamputeerd. Ze haalt het uiteindelijk niet. Het is ongelooflijk tragisch, absoluut. Ik heb er geen andere woorden voor, hè, want we waren... We hadden er een ongelooflijk goed gevoel bij. Hè? Moeder en dochter onder het puin vandaan. En uiteindelijk moet moeder dan alsnog overlijden. Ja, dus in die zin zijn we daar zeer door terneergeslagen. Zondag keerde hij terug in Nederland en vandaag is Keizer weer voor het eerst aan het werk gegaan. Als u die beelden ziet van daar, die puinhopen, die mensen... Komt het dan terug? Of? Nou, het is nog niet weg geweest. Nee, het is nog niet weg geweest. Ik ben ook voor mijn collega's al 3 dagen bezig om een videocollage te maken van foto's en video's die daar geschoten zijn. Dus in die zin ben ik er nog echt iedere dag mee bezig, dag en nacht. En ook dat moet je zien in het kader van een stukje verwerking, denk ik. Terug naar de gebeurtenissen in Haiti. Kort nadat Paula en Juliana onder het puin vandaan zijn gehaald, worden ze naar de Nederlandse basis gebracht. Keizer draagt moeder en dochter over. Hij moet zelf snel verder. Vanaf dat moment zijn we haar dus uit het oog verloren en hebben we daar geen informatie meer over gekregen. Nee. En nu blijkt dus dat ze is overleden. Ja, dat is heel tragisch. Mogelijk dat het in Nederland niet gelopen zou zijn, hè, met alle medische faciliteiten die we hier hebben. Ook op het gebied van orgaanfalen, nierfalen en intensieve zorg. Maar ja, dat is in Haiti op dit moment toch even iets anders. Ja, dat blijkt. En dat meisje, hoe kijkt u daarna als u de beelden van haar ziet? Ja, dat vind ik helemaal top. Zeker als ik nu zie hoe ze langzaam herstellende is, zeg maar. Ja, dat vind ik echt geweldig om te zien. Wat is dat groene zalf? Wat is dat? Weet u dat? Ik heb geen idee. Het lijkt dat zie je nu iets beter dan zeg maar kort na de redding. Lijken het toch wat necroseplekken te zijn. Hè? Van het feit dat ze daar toch langdurig heeft gelegen en waarschijnlijk haar hoofd niet helemaal optimaal heeft kunnen bewegen. En zal ze misschien een hele lichte huidverwonding aan overhouden. Maar ik denk dat het absoluut een prachtig kind blijft. Ik heb van Marco net te horen gekregen dat het slachtoffer binnen 20 minuten bevrijd zou kunnen worden. Dus of dat wij nu met onze reddingsspullen naar beneden kunnen komen. Ja, ja. Marco! Kom maar! Zou u dit nog een keer doen? Ik zou dit zeker nog een keer willen doen. Ja. Het heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Ondanks de beperkte mogelijkheden, de medische mogelijkheden zeg maar, die wij gehad hebben. Maar als ik ergens waar ter wereld op dezelfde manier zoals we dat nu gedaan hebben... mijn steentje opnieuw bij zou kunnen dragen, zou ik zo weer vooraan staan.